In dit juichgetijde draait in Amsterdam een schaatsenfabriek op volle toeren. En dat betekent heel wat als we zien hoeveel onderdelen er voor één paar wedstrijdschaatsen nodig zijn. Basismateriaal is hoogwaardig bandstaal. Vrijwel alle onderdelen worden door stansmachines op maat gestanst, waarna de assemblage kan beginnen. De buizen worden over de schaatsstalen geschoven, waarna ze tot één geheel aan één worden gelast in een automatisch werkend puntlasapparaat. Voordat de montage nu verder gaat, worden de stalen eerst machinaal geslepen. En dan komt een van de belangrijkste werkzaamheden, het richten van de stalen. Dat is vooral van belang voor de snelheid straks. Als dan nog de platen voor voet en hak aan de schaatsen gemonteerd zijn, kunnen de schoenen worden aangebracht. Die worden met kleine nagels vastgeklonken. De schaatsen, ontworpen en gefabriceerd door Jaap Havekotte, een oud-Nederlands kampioen, vinden hun weg door de hele wereld. Na de grote successen van de Nederlandse cracks wilde vrijwel iedereen erop rijden. Ook bij de wereldkampioenschappen in Deventer was dat het geval. Hier reed Harm Kuipers tegen de witgemutste Rus Kondakov een uitstekende 1500 meter. Toen hij de laatste ronde inging, was het al duidelijk dat hij de Rus ver achter zich zou laten. Maar belangrijker was dat hij de tijd van de Zweed Claesson, die voor hem had gereden, zeker zou verbeteren. Met lange slagen spoedde Kuipers zich op het zachte ijs naar het laatste rechte eind. Harm Kuipers won op de 1500 meter de zilveren medaille en eindigde mede daardoor als vierde in de eindrangschikking. Profrijder Kees Verkerk had een tribunekaartje gekocht. De profs werkten ook overigens op andere wijze aan hun publiciteit. De beslissing viel op de 10 kilometer in de rit tussen onze landgenoot Piet Kleine op de voorgrond en de Zweed Claesson. Op dat ogenblik had Sten Stensen de leiding in het algemeen klassement. Na 6000 meter was er nog nauwelijks verschil tussen Kleine en Claesson, die elkaar bleven opjagen. De Zweedse rijder wachtte tot de laatste 2 kilometer voor hij zijn grote aanval inzette. Toen ook werd het tijdsverschil langzaam groter. Aan het eind van de laatste ronde was Claesson tenslotte 3 seconden weggelopen van Piet Kleine, die in het eindklassement derde werd en die daarmee als winnaar van de bronzen medaille naast wereldkampioen Claesson op het erepodium mocht stappen.